Richting de 2300 wapens uh, gaan we wel. Deze week organiseerde de politie Regio Den Haag Drop It. Een actie waarbij anoniem wapens konden worden ingeleverd op het bureau. Ja, er staan uh, gele kliko's gele in, in ieder politiebureau waar uh, ja, die voorzien waren van de ketting, dus niet uh, makkelijk eruit te halen zijn. Uh, ja, waar mensen dus hun uh, binnen kunnen komen in het politiebureau in de algemene ruimte dat ze daar uh, uh, naar binnen lopen, container open, een mes erin en, en weer wegwezen. Uh, voor vuurwapens moesten ze even bellen. Het is natuurlijk niet helemaal anoniem. We weten waar je woont, we weten wie je bent. Uh, nou, daar wordt dan wel even onderzoek naar gedaan uh, door onze forensische opsporing. Om te kijken of ze niet betrokken zijn bij een strafbaar feit. Maar als dat niet het geval dan wordt er niet vervolgd voor het bezit van het vuurwapen. Agent Tom Scheepmaker hielp mee met de actie. Hij vertelt waarom de politie Drop It organiseerde. Uh, alle messen, alle messen slagsteken, stootwapens willen we graag van de straat. Dus die hebben ze inderdaad gewoon kunnen inleveren in de container. Volledig anoniem uh, naar binnen lopen. Container open, mest erin en, en weer wegwezen. Ja, opbrengst is eigenlijk uh, ja, best wel hartstikke goed voor uh, één week tijd. Het is dus niet een hele lange actieperiode, maar toch best wel veel animo uh, onder, de, onder de mensen om uh, ja, van de vuurwapens af te komen. Drop It leverde een stuk meer op dan vooraf werd verwacht. Nou, we zaten dinsdag, zaten we al op 160 uh, en ik weet nu is donderdag, dus het is twee dagen verder en uh, ja, we hebben we bijna weer verdubbeld. Dus uh, het gaat hartstikke hard met, uh, met het inleveren. De wapens worden nog. Uh, uh, Nagekeken of ze betrokken zijn bij een strafbaar feit. Uh, en daarna zullen ze allemaal uh, vernietigd worden.